Er is een tijd geweest, lang geleden hoor, dat alles mocht en kon. In je naakje lopen met allemaal mensen om je heen, geen probleem. Het was soms een probleem waar je kleren te laten. Niet overal was een garderobe. Gaf je je kleren gewoon mee aan je ouders, die hadden je ook gebracht. Je was niet de enige in je naakje, kleren waren burgerlijk. Ook op televisie hadden kleren hun langste tijd gehad. Beetje blowen met de waterpijp, hartstikke tof. Wel veel troep, wat daar nou mee te doen? Opruimen was ook burgerlijk. Nou ja, een mooi kwijtje voor je moeder. Schoenen waren burgerlijk. Een bed, nou ja, hoe burgerlijk moet je zijn om in een bed te slapen? Thuis bij je ouders wilde je niet doodgevonden worden. Zwarte Piet kon toen ook al niet. En iedereen had lang haar. Zelfs soldaten hadden lang haar. In die tijd dat alles mocht, heb ik me eens helemaal kaal geschoren. Ik dacht, als alles mag, dan mag kaal scheren vast ook. Maar ik merkte al gauw, als ik ergens binnenstapte, dat mensen die ik kende toevallig de andere kant op keken. Uiteindelijk hield ik maar een paar vrienden over. Met die vrienden ben ik die zomer gaan kamperen, hier niet eens zo ver vandaan. En zoals het gaat met jonge mannen in een tent, op een zeker moment gaan de hormonen opspelen. Wij die tent uit op zoek naar een café. Welk café het was waar we uiteindelijk beland zijn, misschien bestaat het niet eens meer. Dit zou het kunnen zijn, vond ik op Street View. Wel wat zogenaamd deftig. En deze is nou net weer te veel een patattent. Deze misschien, ik weet het niet meer precies. Daar weten ze het vast ook niet meer. Enfin, we stappen binnen, we zeggen netjes hallo. Niemand kijkt op of om, zoals dat gaat. Zitten een beetje voor zich uit te grommen aan die tafeltjes. Ik zeg goedenavond tegen de barkeeper. Heeft u voor ons een biertje? Die man die zegt, hij kijkt me aan en hij zegt, wij tappen hier niet voor Mongolen. Zo begon, dat kan ik wel zeggen, de boeiendste avond van mijn leven.